Ben jij ook zo van de snackjes, maar hou jij niet zo van vet? Dan hier voor jou het antwoord, 'cause we're frying high met Emily. Dat ben ik. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Frying High. Vorige keer hebben we een frikandel in de airfryer gegooid. Dit keer gaan we een stapje verder en gaan we voor worstenbroodjes. Dit zijn worstenbroodjes. Sommige mensen kiezen ervoor om hun worstenbroodjes zelf te maken. Ik snap dat niet zo goed. Je kunt ze ook bij de supermarkt kopen namelijk. Stap 1. Stop de stekker in het stopcontact. Stap 2. Verwarm de airfryer voor op 180 graden. Maar ja, je hoort dus ook niet zo goed wat ik zeg. Dat maakt eigenlijk nog helemaal niks aan. Stap 3. Gooi de worstenbroodjes in de airfryer. En wacht 4 minuten. En nu wachten we. Ah, ze zijn klaar. Dat ziet er lekker uit. Stap 4. Pak een bord. Stap 5. Gooi de worstenbroodjes op het bord. Hallo? Hallo? Wat zeg je? Oh, niks. Hij is al dood. Stap 6. Kies een saus naar keuze. Ikzelf hou erg van mayonaise. Grapje. Dit is curry. Geen mayonaise. Spuit de saus naar keuze op het bord. Je worstenbroodjes zijn klaar. Eet smakelijk. Laat ze wel even afkoelen. Dit was Frying High voor deze keer. En vergeet niet, een worstenbroodje zonder worst is gewoon een broodje. Tot de volgende keer. Joedeloe! Ben jij ook zo van de snackjes, maar hou jij niet zo van vet? Dan hier voor jou het antwoord, 'cause we're frying high met Emily. Dat ben ik.